Hallo allemaal, ik ga jullie laten zien hoe je het beste het magneetbakje kan prepareren. En dat magneetbakje gebruiken we bij de detectie natuurlijk om onder magnetische dingen te plakken of erop. Wat we nodig hebben is de geur, in dit geval is dat anijs, schoonmaakdoekjes, handschoenen, uiteraard het bakje. En we gebruiken hiervoor stoelveeltjes, want die kan je namelijk heel makkelijk vastplakken. Nou, wat je als eerste doet, is je stopt het stoelveeltje in je bak met geur. Dus in deze bak zit anijs en daar gaan we deze gewoon bij doen. Draai hem dicht, zorg dat hij goed afsluit. Het beste kan je het er een paar uur in laten zitten. Ik doe het eigenlijk altijd gewoon een nachtje voordat ik het gebruik, zodat je zeker weet dat de geur zich goed op heeft geslurpt. Goed, we zijn een paar uur verder. Het stoelveeltje heeft zich lekker belucht met de anijsgeur, dus we gaan hem in het bakje doen. Zorg ervoor dat je bakje eerst open is voordat je de geur uit de bak haalt, want anders wordt het rommelen. Dan ligt de geur op tafel, moet je dat eerst uit elkaar gaan halen, dat is niet handig. Dus bakje uit elkaar. Dan pak je handschoenen, zodat de geur niet op jouw handen komt. En we het overal naartoe kunnen verspreiden. Ik doe er voor de zekerheid 2. Als je zelf heel handig bent, kan je ook gewoon met 1 handschoen aan de slag. Maar dan moet je zeker weten dat de andere hand schoon blijft. Dus niet dat er geen geur op komt. We doen de bak open. Eens even kijken waar die gebleven is. Daar is die. Draai hem altijd meteen weer goed dicht. Om te voorkomen dat de hele ruimte zich vult met de anijsgeur. We gaan het plakketje eraf halen en die plak je in het bakje. Dat is een beetje een gedoetje met handschoenen, want die blijven vaak eronder plakken. Maar uiteindelijk lukt het altijd wel. Hij zit vast in het bakje. Dit is wat overblijft. Zorg dat je die weggooit. Ik pak hier heel even een toepje, doe ik het in. En dan gaat dat gewoon lekker in de prullenbak. Deze kan je dicht schuiven. En dan heb je een geprepareerd bakje voor de detectie om te oefenen. Je zou hem dus eventueel, om het wat makkelijker voor de hond te kunnen maken, wat openzetten. En omdat de plakker vast zit, kan de plakker ook niet vallen. Dus er valt geen losse onderdelen uit. Dus dat is heel fijn betreft de plakker. Handschoenen gaan weer uit. En voor de zekerheid maak ik dan toch altijd even nog mijn handen schoon. Met een doekje. Als je twijfelt of er geur aan de buitenkant van het bakje zit, kan je die altijd ook nog even schoonmaken. De tafel even schoonmaken, even afnemen voor de zekerheid. En dan ben je klaar om aan het werk te gaan.